Welkom bij het Stuur van de Bollenstreek. We nemen de afslag Lisse. Dat doen we met Gerrit Meiland van het CDA en Rob Veldhoven van Nieuw Lisse. Heren, van harte welkom. We blikken even terug op de commissievergaderingen van afgelopen week. En dan die speciaal van donderdagavond. Het ging eventjes over een lage brug. Dat is een soort begrip in Lisse. Jullie willen graag een lage brug. En dat heeft alles te maken met hoogwaardig openbaar vervoer. Ook al zo'n mooie kreet. Nou, dat is een bus die heel snel moet gerijden tussen Noordelijk en Schiphol. Dat is makkelijk uitgelegd. Maar wat houdt die lage brug in? Nou, dat woord zegt het al, het is een lage brug. Er waren een aantal varianten in die oversteek over de ringvaart. Dat is een hoge brug, die neemt, want dat gaat veel meer openbare ruimte in. Dat past eigenlijk ook niet goed, omdat eigenlijk de planning, moet ik even goed naken, er was gepland dat hij komt over het Fioretti-terrein, het loopt voor de Fioretti langs. Dat is natuurlijk een belangrijke aansluiting voor een busverbinding daar. Dan zou die met een hoge brug over de ringvaart gaan. Dan heb je natuurlijk niet zo snel brugbediening nodig. Maar dan neemt hij ook aan de overkant en aan de Lissische kant neemt hij heel veel ruimte in beslag. Want je moet daar een oploop voor creëren. Dat was niet helemaal gunstig. Toen hebben ze ook nog een variant op verzoek van bewoners uit de Lissebroek. Want er zijn daar wel een aantal zaken die voor die mensen meer spelen nog aan de Lisse, dan aan de kant van Lisse. Om een aquaduct te maken. Maar dat loopt qua kosten behoorlijk uit de hand, dus daar heeft men eigenlijk ook van afgezien. En wat je dan overhoudt, dat is een bedienbare, normale brug. Zoals die eigenlijk al ligt van de Kanaalstraat de Haarlemmermeer in. En die moet dan wel bediend worden, het wordt wel automatische bediening. Maar dat is de variant een lage brug. En dat neemt aan de kant van Lissebroek in ieder geval minder ruimte in beslag, maar eigenlijk ook wel aan onze kant. Omdat dat is makkelijker te implanteren als je de grond in gaat of hoog door de lucht moet. En wie moet er allemaal overheen? Want die bus moet snel gaan rijden tussen Noordelijk en Schiphol. Maar wat mag er nog meer overheen over die nieuwe lage brug? De provincie die gaat uit van een bus. En in Lisse hebben wij gezegd van als die brug daar toch komt, dan zouden er ook langzaam verkeer over kunnen. Brommers en fietsen en zulke soort zaken. Zeker als het in de Haarlemmermeer, Lissebroek, meer ontwikkelingen gaan komen. Ligt die brug naast de Fioretti College, dat heeft een aantrekkende kracht. En bij de sportaccommodatie en het zwembad. En dat zou alleen maar positief kunnen werken. Ja, maar zit dat in het plan of gaat er alleen een bus overheen volgens de provincie? Of mogen er ook voetgangers en fietsers overheen? Toevallig hebben we daar gisteren vragen over gesteld. En de optie voor het fietsen en voetgangers die wordt meegenomen. Daar is de provincie ook niet negatief over. Lisse zal er wel een bijdrage aan moeten leveren. Maar zoals ik gisteren de wethouder heb gehoord, is dat binnen redelijke proporties. Oké, dus dan komt het helemaal goed. Blijft dan die oude Lissebrug, die we nu allemaal als een soort van flessenhals kennen, blijft die wel liggen? Ja, die blijft gewoon liggen. Ja, dat is een must. Als we dat niet zouden doen, dan krijgen we aan de andere kant in dit nieuwe gedeelte bij de provinciale weg eigenlijk een nog groter probleem, denk ik. Maar ik ben geen verkeersdeskundige. Maar dat is zo'n oude verbinding eigenlijk, dat je die... Het geeft wel overlast, er gaat vrij veel verkeer overheen. Men had eigenlijk wel verwacht dat dat over de provinciale weg die druk daar wat zou afnemen. Maar automobilisten zijn, waaronder ik zelf, zijn blijkbaar heel gewoontegetrouw om altijd maar over hetzelfde spoor naar huis te rijden. Dus dat blijft wel een noodzakelijk iets. Als dat mij lag, zou er in de toekomst nog wel een bij mogen komen. Maar daar moet dan die noordelijke rondweg onder Bollenstreek, die noordelijke ontsluiting, is dus voor Lisse ook belangrijk om bijvoorbeeld die brug te ontzien? Ja, dat is wel belangrijk. We hopen natuurlijk dat er straks een hoop verkeer weggenomen wordt. Dat zit ook wel in de berekeningen van de provincie. Als straks die snellijn van die bus die verbinding met Schiphol en omliggende gebieden gaat maken. Of dat in de praktijk ook zo is. Automobilisten zijn natuurlijk vrij lastig uit hun auto te krijgen. Daar komt nog bij, als je tegenwoordig met het openbaar vervoer reist, dat vrij prijzig is. Dus de drempel momenteel met die lage brandstofprijzen. En de prijs van de OV, dat ligt vrij dicht bij elkaar. En dan is denk ik een automobilist helemaal slecht uit zijn wagen te krijgen. Ja, precies. Nou, het is nu gekozen voor een lage brug, maar voor de rest moet alles nog uitgewerkt, financiering, et cetera, et cetera. Er moet allemaal nog naar gekeken worden. Er is natuurlijk wel een heel budget beschikbaar, maar dat is eigenlijk allemaal provinciaal geld. Oké, dus dat duurt nog wel eventjes voordat het allemaal rond is. Ja, dat denk ik wel, maar je mag eigenlijk ook wel weer hopen dat het straks wel ook weer een beetje rap gerealiseerd wordt. Om de meeste effectiviteit uit die busverbinding te krijgen. Ja, als je
miljoenen, vele miljoenen uitgeeft aan zo'n lijn, dan wil je ook dat die zo optimaal mogelijk is. Ja. Ze doen trouwens meer hoor, want er wordt ook in het dorp, er worden allerlei bochten uit het tracé gehaald. Van Noordwijk tot en met Schiphol. En er worden rotondes aangepast om dat ding echt snel door te kunnen laten rijden. En dan lijkt het me een beetje raar als je die honderden miljoenen uitgegeven hebt, dat je ergens een bottleneck krijgt op een brug. Nee, dat moeten we niet hebben inderdaad. U heeft ook gesproken over de woonvisie. Wat gaan we bouwen? Wanneer gaan we bouwen? Wat is er nodig in Lisse? En u maakt zich wel zorgen voor een bepaald onderdeel in die woonvisie. Ja, de woonvisie zoals hier lag, die ging er eigenlijk vanuit. We gaan duur bouwen en dan gaan we doorstroming creëren. Nou, dat heb ik nog nooit zo, dat heb ik nog nooit zien zitten. Nu staan er andere maatregelen in. En dat is goedkoper bouwen. Goedkoper voor jonge gezinnen en voor alleenstaande starters. En bouwen voor ouderen. Met alle faciliteiten die daar omheen zouden moeten zitten. Dan raakt het natuurlijk ook andere beleidsterreinen. Dat is het accommodatiebeleid. Als jij wil faciliteren dat we vereenzaming tegengaan, dan moet je dat op een of andere manier in een gebouw faciliteren. Of ze moeten andere ideeën hebben dat ze buiten gaan zitten. Maar dat neem ik aan van niet. Dat vind ik in principe een goede ontwikkeling. Het is wel zo dat in die woonvisie wel heel veel dingen staan die, waarvan ik denk van nou, als we die allemaal zouden kunnen realiseren zou het fantastisch zijn. Maar ja, daar hangen natuurlijk ook wel weer financiële consequenties aan vast. En maken we de woonvisie niet dusdanig dat er geen investeerders meer zijn die daar in mee kunnen gaan. Nou ja, essentieel in dat verhaal is die 30% sociaal bouwen. Dat is een soort magisch getal geweest. Dat is een regionale afspraak. We zeiden de wethouder van, ja, dat is nu 2 keer 15 voor koop en voor huur. Maar dat vond ik toch een beetje tricky. Want als iemand alleen maar koophuizen neerzet, dan zet hij maar 15% sociaal neer. En vroeger was het 30% volgens mij over het geheel, of niet? Dat klopt, maar er zat ook sociale koop bij. De gedachte achter deze visie is, als wij goedkoper gaan bouwen, dan zijn de scheefwoners, want dat is natuurlijk ook een groot probleem in de sociale huur, dan zijn de scheefwoners eerder geneigd om naar zo'n goedkope of betaalbare woning over te stappen. Als je de financiering rond kunt krijgen, dat is vaak het grootste probleem in de bottleneck. Maar als dat zo is, kunnen mensen goedkoper gaan wonen in hun eigen woning. En er gaan ook afspraken gemaakt worden met de woningbouwvereniging om de huur, om de huren minder hard te laten stijgen als dat ze de laatste aantal jaren hebben gedaan. Ja, ik hoop dat daar een positief resultaat uit komt, maar daar hebben we nog geen harde toezegging over gehad. Uw partijgenoot Van Zels had het over het wonen boven winkels en het indikken van het centrum. Wat wil hij daarmee creëren? Nou, wat hij eigenlijk zegt is dat In de winkelcentra's, in de huidige winkelcentra's, daar is nogal sprake van leegstand. Je kan dat bijvoorbeeld je kan op een gegeven moment zeggen van hoe groot moet een winkelcentrum nog zijn. Als we dan kijken naar Lisse, dan zou je kunnen zeggen van misschien moet het zich dat helemaal concentreren in en vlak tegen dat blokhuis aan. En dat stukje wat daar buiten valt, daar zou je op een gegeven moment meer mogelijkheden kunnen geven om die panden die beneden dan leeg staan, om daarboven ook te kunnen gaan wonen, om daar makkelijker een woonbestemming op te geven. Ik zou er ook nog wel voorstander van zijn, maar daar zijn de meningen over het algemeen wel wat over verdeeld. Om ook in die plinten, waar nu winkels in zitten, als dat toch op een gegeven moment niet meer verhuurd wordt, dan zou je toch kunnen kijken of bijna moeten zeggen van jongens, daar zou ook een woonbestemming op kunnen komen. Ik heb wel geproefd dat in de politiek dat momenteel nog wat gevoelig ligt, omdat men natuurlijk ook wel weer wil uitkijken dat we niet ongebreideld veel woningen overal. Het is natuurlijk aantrekkelijk voor een pandeigenaar om woonbestemmingen op winkelpanden te krijgen. Parkeerproblemen? Ja, parkeerproblemen. Maar ook het aantal woningen wat dan uit de bocht zou vliegen natuurlijk. Het moet ook een beetje in de markt passen. Dus daar zijn we wel. We zijn aan de ene kant wel voorstander van, maar het moet wel passen in de tijd. Dus dat is wel een kwestie van de langere termijn, denk ik. En hoe kan je het dan regelen dat je met bestemmingsplanwijzigingen wat makkelijker omgaat? Je zou wat makkelijker mee om kunnen gaan. Je kan daar in ieder geval, zou je daar je regelgeving op aan kunnen passen.
Maar de vraag is wanneer de markt daar klaar voor is. En die is nog vrij beperkt natuurlijk. We denken wel van het vliegt allemaal de pan weer uit, maar dat is nog niet zo. Nee. Dus we moeten ook een beetje gereguleerd bouwen. En u gaat bouwen, zeg maar, binnen stedelijk. Dat klinkt een beetje raar voor een dorp, maar zo noemen ze het wel. Binnen gemeentelijk, maar dat klinkt niet. Maar u heeft wel bouwplannen, bijvoorbeeld bij Achterhuis Deven, zeg maar eventjes. Dat is volgens mij weer het dorp uitbreiden, dus dat is dan weer tegenstrijdig. Ja, maar ik denk niet dat het een het ander uitsluit. Als je nu kijkt dat de woonopgaves toch wel sterk onder druk staan van een heel aantal oorzaken. De instroom van statushouders drukt behoorlijk op de woningvoorraad. We hebben enorme wachtlijsten in de streek. Jonge mensen trekken naar steden toe en je wil het eigenlijk in zo'n compleet mogelijk plaatje mogelijk maken dat je eigenlijk voor elk wat wils kan bouwen. En waar Gerrit het net ook al over had, we zitten ook nog eens met het probleem dat we een hele groep hebben die eigenlijk net te veel verdienen om te huren en net te weinig om te kopen. En dat is ook een hele bijzondere groep, maar die vallen wel momenteel tussen de wal en het schip. Dan praat je over een inkomensgrens van tussen de 34 en de 46.000 euro. Dat lijkt allemaal heel veel, maar als je met 40.000 euro bij een bank komt, krijg je helemaal niks. Nee. Maar je krijgt ook geen huurhuis. Dus dan moet je kijken hoe je die doelgroep wel kan bedienen. Daar heeft Gerrit gisteravond ook al over gehad. Dat hij zegt van ja, dan moeten we misschien wel wat aan de grondprijzen doen. Heeft Verzelst ook over gehad. Dat is toch altijd al een pijnlijk dossier de laatste jaren. Het is ontzettend afgewaardeerd op grondprijzen. En dan moeten we maar eens een keer kijken of we dat toch wel door kunnen drukken. Om ook die groep wel de kans te geven. Het was niet alleen een woonvisie van Lisse, het was ook een woonvisie van de twee nieuwe vrienden Teilingen en Hillegom erbij. Wat staat er dan gemeenschappelijk in? Er werd iets gezegd over zeg maar buitenlandse werknemers, hoe zeggen we dat? Buitenlandse werknemers, om die te huisvesten. Staat dat er bijvoorbeeld in andere zaken? Ja, dat staat erin. En het gezamenlijk op zoek gaan naar locaties voor arbeidsmigranten. Oh ja, dat was hem. En ik vind dat persoonlijk vooral een taak voor de uitzendbureaus om op zoek te gaan en goede locaties te vinden. En ik vind wel dat de gemeente dat zou moeten faciliteren. Want ook die mensen moeten ergens wonen. Maar daar moeten we ook weer uitkijken dat we niet bij Polenflats uitkomen. Dus daar moet goed over nagedacht worden waar we die mensen een goed onderkomen bieden. Want de caravans en de tentjes van vroeger, dat kan natuurlijk niet meer. Nee. Maar wordt er dan ook gekeken naar, heel veel jongeren in Lisse zoeken misschien een huis en wat minder in Hillegom. Dus er moet meer gebouwd worden in Lisse en minder in Hillegom. Worden dat soort afspraken al gemaakt? Volgens mij niet. We hebben gezamenlijk een visie over hoe we dat gaan doen. En daar is die sociale huur, het goedkoop bouwen, zijn daar onderdelen van. En dat gaan we met elkaar uitwerken. Ook de statushouders, asielzoekers, zulke soort zaken die gevoelig liggen, maar wel opgepakt moeten worden. Want ook die mensen hebben recht op een goed onderkomen. Alleen dat mag niet in de knel komen met de mensen die nu al 4 jaar zitten te wachten op een woning. Want dat is natuurlijk niet uit te leggen aan die mensen. Nee, precies. Nou ja, uiteindelijk werd de woonvisie, het gaat er wel doorheen, hè? Er werd wel wat kritiek op geleverd, maar op zich viel het wel mee. U heeft ook gesproken over een bekend gezelschapsspel in Lisse en het heet Zondagopenstelling. Het woord gaat een beetje vervagen omdat het een beetje gewoon werd. U kreeg een presentatie van een onderzoeker en dan trekt hij de conclusie en er stond in, mogelijk, misschien, allemaal van dat soort woorden zaten erin. Ik denk, ja, zo kan ik ook conclusies trekken natuurlijk, daar kan je alle kanten mee op. Had u dat gevoel ook niet een beetje? Nou ja, ja en nee. Ik vond op zich het rapport wel inzicht geven om wat de Lisse denkt van die koopzondag. Uiteindelijk, er zit een beetje tweespalt in. Hè. Je hebt echt de voorstanders van die openstelling en je hebt een heel aantal winkeliers die absoluut niet open willen. En er zijn erbij die daar wel open gaan omdat ze zich een beetje verplicht voelen om open te gaan. Ik denk als je de conclusie bekijkt van dat hele rapport, dan is de behoefte er wel om te winkelen op zondag. Anderzijds is het zo, als je van de percentages van, volgens mij, van het winkelpubliek wat louter en alleen in supermarkten komt er aftrekt, is het nog maar heel klein.
Maar het is natuurlijk, op de eerste plaats is het aan de winkeliers zelf om met elkaar te kijken hoe kunnen we zo maximaal mogelijke bezetting krijgen van winkelen publiek op een beperkt aantal zondagen. Wij gaan het nooit winnen van grote centra zoals steden, hoofddorp, dat gaat hem nooit worden. Nee. Je zag het, de supermarkten die zijn razend populair, hè, want die hebben echt wel baat bij die zondagopenstelling, doen het ook altijd. Maar die andere winkels, en als je dat uit de onderzoeken hoort, ja, mensen zijn er wel blij mee, maar of het levert nog ineens meer omzet op voor sommige winkels? Nee. Drie jaar geleden is door een motie die door de VVD is ingediend, is de volledige vrijstelling van de zondagsopening tot stand gekomen. Daar waren wij niet voor, want wij zien een relatie met de kleinere ondernemers die specifiek voor Lisse maken en die ook Lisse maken voor wat het is. Die ook het centrum een aparte uitstraling geven. Die mensen die worden min of meer gedwongen om, als ze geen omzetverlies willen, om ook op zondag open te gaan. En, maar goed, die motie die is aangenomen en dat was staand beleid tot de verkiezingen. Toen is het nieuwe college in het zadel gekomen en die hebben op aandringen van de SGP gezegd van wij willen een onderzoek. De SGP ChristenUnie is uiteraard vanwege hun geloofsovertuiging tegen. Ja, en daar heb ik ook heel veel respect voor. Alleen... staand beleid is staand beleid en het onderzoek, de uitkomsten van het onderzoek, die geven ook aan wat iedereen eigenlijk al wist. En dat is dat er geen echte samenhorigheid is in het dorp over de zondagsopening. Wij hadden ook veel liever gezien dat de organen die wij hebben, dus de KCL en de winkeliersvereniging Alvera en City Management hebben we ook nog, dat het die met elkaar om tafel waren gaan zitten over hoe kunnen we een aantal zondagen op een zo goed mogelijke manier invullen waar wij het beste rendement uit halen. En daar hoef je de zondagsopenstelling voor de andere zondagen niet van af te halen, want dan doen ze dat in goed overleg. Nu hebben we eigenlijk 25.000 euro uitgegeven voor iets wat we al wisten. Ja, dat vonden wij een beetje jammer. Beetje zonder geld. Ze doen het al een beetje, hè, die winkeliers en Lisse. Ze gaan één speciale zondag, daar geven ze heel veel rugbaarheid aan. Dan doen ze wat in gezamenlijkheid. Dus die andere zondagen zou je gewoon dicht kunnen. Laat je de supermarkten lekker open. Ja, dat zou kunnen, ja. Maar dat is natuurlijk wel, dat is aan de winkeliers. Ze hebben nu, als ik het uit mijn hoofd zeg, 12 zondagen per jaar die ze echt gezamenlijk opproberen te tuigen. Kijk, als dat er 6 moeten worden en zij vinden dat met elkaar, vind ik dat prima. Zeggen ze, het moeten er 18 zijn en ze gaan dan ook met z'n allen open, dan heeft het zin. Maar ik denk dat de verenigingen en de winkeliers die niet aangesloten zijn, met elkaar moeten uitmaken hoe zij dat in willen vullen. En de politiek heeft daar niet zo'n hele dikke vinger in, volgens mij. Tenzij wij zouden roepen van, we gaan met z'n allen dicht. Maar... Dus op basis van deze evaluatie gaat er niks veranderen? In mijn optiek niet, nee. Nee, en in de optiek van het CDA? Wij vinden nu dat we in gesprek moeten gaan met de KCL, de Alvera en Stichting Management. Om tot een goede oplossing te komen. En als zij vinden dat de plaatselijke verordening aangepast moet worden, dan is dat een conclusie. En dan kunnen wij ons erover buigen of dat op goede gronden geconcludeerd is door hun. Maar wie zijn wij om dat tegen te spreken? Ja. Het onderzoek wat gedaan is, is in mijn ogen gewoon zonde van het geld geweest. Ja. U moet het wel opnemen, die zo'n evaluatie, want u heeft het afgesproken met uw collegepartij, mede-collegepartij, SGP ChristenUnie. Maar is die koopzondag niet meer een discussie uit het verleden? Tegenwoordig is het een... economie van 7 dagen per week. Ja, dat klopt. Maar dat neemt natuurlijk niet weg dat als je op een gegeven moment coalitiebespreking hebt in zo'n stadium en je wordt het met elkaar eens dat je een SGP ChristenUnie erbij wil betrekken. En dan kan ik me heel goed voorstellen dat zij op dat punt naar hun achterban toe wel graag willen dat onderzoek er kwam.
Ja, dan kan je zeggen van dat kost geld. Maar goed, we hebben allemaal onze wensen als we in een coalitie stappen. En al die wensen kosten geld. Daar kan je natuurlijk allemaal over discussiëren of het nou wel zinvol is of niet. Maar ik denk niet dat dat aan de orde is. En zo werkt de politiek niet. Oké, dus het wordt een hele korte discussie donderdag tijdens de raadsvergadering? Het legt er nog wat de anderen allemaal te vertellen. Ik denk het wel. Oké, we gaan het afwachten. Heren, bedankt voor de komst aan de studio. Dit was het stuur van de Bollensteek afslag Lisse. Bedankt voor de aandacht. Graag tot de volgende keer.